Welkom bij Meer dan Mama podcast. Voor ambitieuze, gedreven moeders die al een burn-out hebben gehad en zich niet nog een burn-out kunnen veroorloven. In deze podcast praten wij over mama burn-out, balans tussen ambitie en gezinsleven en de realisatie van jouw droomleven. Mijn naam is Bianca Meijsen en ik ben jouw host, mama ontstresscoach, transformatietrainer en auteur van het boek In 10 Stappen jouw droomleven na een burn-out. Ik praat in deze podcast met diverse professionals die vanuit hun eigen expertise en persoonlijke ervaring hun visie delen over de burn-out en hoe hiervan te herstellen. Zo, welkom Sylvia Bruning. Niet Bruining, maar Bruning voor de luisteraars. Leid met Lef, dat is jouw organisatie. Maar waar we het natuurlijk vooral over gaan hebben, is jouw burn-out ervaring. Wat voor lessen jij eruit hebt gehad. En wat dat te maken heeft met leiderschap. Mm-hmm. Nou, voor de luisteraars die dan zoiets hebben van, waar gaat dit heen? Sylvia, wil je een beetje over jezelf vertellen? En dan met name het moment dat jij een burn-out hebt ervaren. Ja. Bianca, wil je de korte versie of de lange versie? Nou ja, we hebben niet zo heel veel, maar dat wat ik nog wil weten, ga ik zeker aan je vragen. Dus probeer hem een beetje. Oh, dat is goed, dat is goed. Eigenlijk wilde ik dokter worden, laat ik daarmee beginnen. Maar ik was uitgeloot voor geneeskunde, ben apotheker geworden. Oh ja. Maar ik zag me eigenlijk later nooit in de apotheek staan. En dat gebeurde ook. Ik stond in de apotheek, maar het was niks voor mij. Okay. Nou, ik ben dus op zoek gegaan naar wat anders. Ik ben toen apotheker geworden in het leger. Dus ik heb de Koninklijke Militaire Academie gedaan. En ben toen 6 jaar heb in het leger gediend als militair apotheker. Wat maakte dat verschillend, zeg maar, ten opzichte van een gewone apotheker? Ben ik dan even nieuwsgierig? Ja, ja dan, want in een gewone apotheker, gewoon, die staat in een apotheek. Hè, die, althans, 70% denk ik, staat in een apotheek. En die levert medicijnen aan mensen zoals je dat gewend bent. In een klein team, in een kleine winkel als het ware. Maar dat was dus niks voor mij. Maar bij de landmacht ben je dus zowel een soort van ziekenhuisapotheker als dat je verantwoordelijk bent voor de hele logistiek. Vanaf luchthaven Eindhoven tot en met die verpleegkundige die in het veld is, die op missie meegaat en die een infuuszakje nodig heeft of wat dan ook. Okay. Dus dat is een hele andere job. Yeah. Ja. En ik ben ook 3 keer op uitzending geweest. Dus naar Bosnië, naar Irak en naar Afghanistan. En wat mocht je daar dan doen? Ja, wat ik zei, dan ben je verantwoordelijk voor de logistiek en je staat in een militair hospitaal. Oké, dus je hoort bij wijze van spreken de bommen om je heen vallen, terwijl je bezig bent met de mensen. Oké, wauw. Even voor mijn beeld schetsen voor de mensen die luisteren wat houdt dat in dan? Ja, je hebt iets meer verantwoordelijkheden in het militaire hospitaal. Niet alleen de apotheek, maar ook de bloedbank, het klinisch chemisch lab, de röntgenafdeling, het mortuarium. Ja, dat valt allemaal onder de paraplu van de apotheker dan daar. Ja, dat is wel even iets meer. Ja. Dus het is net iets anders, hè? Ja, ja. Maar daarin paste ik wel, in die cultuur. Dat was voor mij heel fijn. Ja. Maar ik wilde wel uiteindelijk verder komen binnen Defensie. Verder stappen zetten. Maar dat ging niet. Ik was een specialist ingehuurd. En ja, men had mij met name nodig om mijn specialisme. Ja. Bovendien had ik een leidinggevende die zei van... nee, militair zijn is voor mannen en niet voor vrouwen. Dus Sylvia, jij hebt weinig mogelijkheden hier. Ja. Dus uiteindelijk ben ik na 6 jaar daar gestopt en ben ik in de farmaceutische industrie terechtgekomen. Oh. In eerste instantie als qualified person, degene die dus de producten vrijgeeft voor de markt, voor de Europese markt. En al heel snel in leidinggevende posities. En ik heb verschillende leidinggevende rollen bekleed. In eerste instantie als quality manager. Daarna heb ik ook een wat grotere divisie aangestuurd als director. Verschillende functies gehad. Op het laatst was ik zelfs verantwoordelijk voor zo'n 240 mensen. Ja. Dus een behoorlijke verantwoordelijkheid. Dus ik had daar best wel snel carrière gemaakt in de leidinggevende rollen. Ja. Totdat het in 2017 dus misging. En daar vroeg jij net naar dat dus, dat was... Ja, eigenlijk, ik zou zeggen zwarte bladzijden. Zo voelde het wel. Ja. Achteraf kan ik er anders naar kijken. Maar dat was de periode van mijn burn-out.
Hoe heb jij die ervaren, de burn-out? Nou, ik voelde eigenlijk al langer dat het gewoon niet goed met me ging. Eigenlijk was dat al een paar jaar. Dat ik geen voldoening meer had in mijn werk. Dat ik nergens anders meer tijd voor had dan alleen mijn werk. Dat mijn leventje dus heel klein werd op mijn werk na. En op mijn werk was het soms 10, 12 vergaderingen op een dag. Allemaal kopstaart gepland. Ja. En dan 100 mailtjes per dag die je weg wilde werken. Dat was het niet meer. Ik voelde dat het niet meer matchte met wie ik was. Maar toch bleef ik doorgaan. Hoe uitte zich dat in jouw fysiek of emotioneel? Ja, of, allemaal. Ik had een korte lontje. Ja. Maar ook fysiek. Ik had allerlei vage klachten. Ja. Dus zowel dat ik last kreeg van mijn rug, van mijn heup. Ik gaf het matras natuurlijk de schuld. Hè, waarop we sliepen. Ja. Ik was eigenlijk de hele winterperiode was ik verkouden. Oh ja. Bijna continu. Je immuunsysteem en veel te laag. Ja. Ja. Dus al dit soort dingen, al dit soort, zeg maar even vage klachten. En daar had ik allemaal wel excuses voor, hè? Ja. Dus, daar bleef ik maar doorgaan. En uiteindelijk heeft mijn man nog een extra vakantie geboekt in die zomer. We hadden toen een groot probleem op het werk. Er was een cybercrime issue waarbij die... En dus het was extra druk, het was allemaal anders. Ja. Mijn man had nog een extra vakantie geboekt. Een weekje Ibiza. Lekker, denk je? Lekker zon. En ik kwam terug en ik kon eigenlijk helemaal niks meer. Je was nog moeier dan voordat je erheen ging, zeg maar. Ja, en ik was al eigenlijk dagen bezig met, oh jee, mijn mail, weet je wel? En help, hoe ga ik dat allemaal oplossen als ik dadelijk weer terug ben van vakantie? Ja, dus echt tot rust ben je ook niet gekomen dan in die vakantie? Nee, ik ben niet echt tot rust gekomen. En ik kwam thuis en ik had eigenlijk direct 2 slapeloze nachten. Oh. En toen dacht ik van, op zondagochtend van, dan moet ik toch maar eens even aan die mailtjes beginnen. Want anders kom ik gewoon de week niet door. Mm. En toen opende ik mijn computer. Ja, toen begonnen echt de lettertjes te dansen voor mijn ogen. En toen wist ik eigenlijk dat het gewoon klaar was. Ja. Toen kon ik geen woord meer typen. Nee. En... toen ben ik 6 maandags naar de huisarts gegaan en die constateerde eigenlijk wat ik zelf al lang wist. Ja. Ja, een burn-out. Ja. Ja. En toen? Gelijk ook thuis gebleven of toch maar naar je werk? Nee. Ik heb mijn baas gebeld en ik ben thuis gebleven. Slim. En die had dat niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik heb daarna een afspraak gemaakt met de bedrijfsarts. Ja. Ja. Dus en ik ben dus vrij snel thuis komen zitten. En ik weet het nog dat is misschien wel leuk om te vertellen. Dat wat de huisarts tegen mij zei, die zei: Sylvia, ga het nu maar accepteren. Neem rust en ga het accepteren. Dat is wel een hele goede tip, maar lukt dat? Hoe dan? Hoe dan? Ik denk dat de luisteraars die ook wel herkennen. Hoe dan? Hoe ga je dat accepteren dan? Ja, hoe ga ik dat accepteren? Want... eigenlijk toen het alweer een beetje ging, toen ik weer de lettertjes iets minder zag dansen voor mijn scherm. Toen ik weer iets meer prikkels kon verdragen. Toen ben ik, ik denk bijna 2 weken fulltime op internet in allerlei dingen gedoken. Burn-out, hoe ga ik dat oplossen? Dus ik heb echt 2 ordners vol met documenten geprint. Echt? Om mezelf te helpen. Dus ik was gewoon nog steeds heel druk bezig, maar nu had ik een ander doel. Ja. Nu was het doel mezelf beter maken. Ja. Ja. En heeft dat wel geholpen? Ik ben pas allemaal herstel begonnen daarna. Toen ik dat kon loslaten. Ja. 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 En vooral voor de mensen die nu luisteren naar jouw verhaal ook. Ik denk dat menigeen het herkent. Van echt zelf proberen op te lossen. Zelf proberen te zoeken naar hoe zorg ik daarvoor dan... En wat is dat nou voor geleuter over accepteren? Maar dat het herstel eigenlijk pas echt gebeurt. Wanneer je ook stopt met het zelf willen oplossen. En ook in ieder geval een beginnetje kunt maken in het acceptatieproces. Ja. Van, het is me wel overkomen wat ik er ook van vind. Maar het is wel zo. Ja. En je had al over dat je een arbo-arts had, had gebeld. Heb je ook nog andere manieren gehad waarop je begeleid bent daarin? Ja, ik was al begonnen met een persoonlijke coach. Daar was ik net voordat ik uitviel al mee gestart. Oh, dus ik had gewoon iemand opgezocht. Ik voelde natuurlijk al dat het niet goed met mij ging. Ja. Mijn man reflecteerde dat heel goed naar mij terug. Dus ik had al een persoonlijke coach in de arm genomen. Maar
uiteindelijk kon die ook niet voorkomen dat ik toch moest vallen in, die, ja, hè, ja, in dat gat. Ja. In dat zwarte gat. En uiteindelijk zei ze ook, oh wat goed. Wat goed dat het is gebeurd, zei ze. Ja. Vanaf wat, nu wat, wat maakt kunnen we... Dat jij dat zo zegt, van, dat zij zegt, wat goed, was je het daarmee eens? Of wat vond je ervan dat ze dat zei? Ja, toen dacht ik dat het een hele rare opmerking was. Ja, nogal! Ik dacht, wat klets je nu? Van, ja, hoezo wat goed? Voelt helemaal niet goed? Nee, nee. Maar nu achteraf denk ik ook van, oh ja. En ze zei, ja, je hebt verschillende, denk ik, verschillende dieptes. Ja. Het is niet zo dat ik echt... Ja, want je hebt mensen die echt wekenlang geen prikkels konden verdragen. Ja. En die dan echt alleen maar onder hun dekbed liggen. Ja. Dat heeft bij mij een paar dagen geduurd, denk ik. En daarna kon ik alweer wat dingetjes doen. Ja. Ja. Dus misschien is het ja, nog niet zo diep dat sommige mensen echt in die burn-out gevallen zijn. Ja. Maar goed, het voelde niet fijn op dat moment. En toen ze dat zei, die coach, dacht ik van ja, hoezo dan? Hè? Ja. Maar nu achteraf denk ik van ja, je hebt wel gelijk gehad. Ja. Ja. Nou, is jouw expertise zit wat meer op leiderschap, persoonlijk leiderschap, authentiek leiderschap. Ik vraag me dan heel oprecht af, wat vond je dan van jezelf op zo'n moment? Had je er een oordeel over? Of had je er een mening over? Ja. Mega groot oordeel. Ja? Want? Wat gebeurde er? Je vindt dat je dit niet... Dat kan toch niet, weet je wel? Ja, ja. Ik ben altijd de sterke ik. En ja, dat... Ja, hoe dan? Ja. Ja. En dat is ook dat stukje acceptatie, denk ik. Hè? Dat je echt mag accepteren van... ja, dat je ook ziek bent. Ja. En dat dit ook niet... Ja, natuurlijk is het ergens door ontstaan. Je gaat niet voor niks nu thuis zitten. En dat is wel het gevoel wat je in eerste instantie krijgt. Van, oh ja, nu denken mensen, weet je wel, ging ik 's middags een boodschapje halen. Dat was dan de enige waar ik buiten kwam. Ja. En dan dacht ik van, oh jee, dadelijk zien ze mij, weet je wel. Ja, dan denken ze dat ik weer beter ben. Ja, nee, ik ben aan het spijbelen. Dat gevoel. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Ja. Ja, waar ik ook aan moest denken van, je zegt ook, ja, het komt ergens door. Van, een burn-out is ook niet door een zwakte, maar juist dat je te lang sterk bent geweest. Ja, juist. En wat was bij jou uiteindelijk, want je bent er gelukkig van hersteld, maar wat was bij jou uiteindelijk het inzicht dat je merkte van, ja, dat is eigenlijk waardoor het ontstaan is? Nou, ik mocht best diep naar binnen gaan. En, dat zeg je heel simpel, maar als ik naar je gezicht kijk, was dat niet simpel. Nee, dat was absoluut niet simpel. Nee, ik heb ook verschillende dingen gedaan hoor. Ik heb naast die persoonlijke coach, en zelfstudie, wat je al gehoord hebt, heb ik ayahuasca sessies gedaan. Toen kon dat nog. Ja. Ik heb familieopstellingen gedaan. Ik heb persoonlijke retretten. Dus ik ben echt de stilte-retretten gegaan een week lang. Ja. Dus ik heb wel verschillende dingen gedaan om aan mezelf te werken. En daar kwam ik eigenlijk achter dat ik... Ik heb mijn tweelingbroer verloren bij mijn geboorte. En dat had ik helemaal geen plekje gegeven. Nee, logisch. Lijkt me en dat had ik geen plekje gegeven, hadden mijn ouders denk ik ook geen plekje gegeven. Daar was geen ruimte voor. He, ik kom uit die tijd dat daar nog niet over gesproken werd. Nee. Je moet een soort van blij zijn met het kind wat nog wel leeft. Ja, ja, ja. Dat werd ook letterlijk gezegd, hè, tegen mijn ouders. Sterker nog, mijn moeder heeft hem niet eens kunnen zien, mijn broertje. Nee. Dus ja, dat was gewoon nog een andere tijd. En ik kwam erachter dat ik dat ook nog een plekje mocht geven. En dat ik daardoor heel veel bewijsdrang heb gehad... En pleasen en het goed willen doen voor mijn ouders. Ja. Omdat ik ze onbewust niet meer verdriet wilde bezorgen. Ja, snap ik. En dat zit dan heel diep. Ja. En ja, daar mocht ik helemaal naar terug. Ja. Ja, en ik vind het wel mooi ook wat je aangeeft. Want je hebt niet de meest legitieme pad gekozen uiteindelijk. Ik hoor je dingen zeggen als ayahuasca, familieopstellingen, stilte-retretes. Ik denk dat een aantal luisteraars zoiets hebben... Wat? even heel kort, ik ga er niet al te veel op in, maar ayahuasca heeft vooral te maken met dat je met een bepaalde substantie de mogelijkheid hebt om wat meer in je onbewuste delen terechtkomt en daar wat informatie
vergelijkbaar met hypnose, alleen dan neem je een soort van theetje. Laten we het zo maar even voor het gemak even zeggen. Plantenmedicijn noemen ja, ze. Ja, precies. Ja. En familieopstellingen, die geef ik natuurlijk ook zelf. Dus, en daarin werk je heel erg met energieën, waarin je, zoals ik het altijd omschrijf, probeert zichtbaar te maken wat onzichtbaar is. Dus ja, ergens speelt er onbewust iets. Ja. Heb je niet altijd grip op, maar met familieopstellingen kun je zichtbaar maken wat gebeurt daar nou. Ja. En ja, stilte-retretes. Ik heb hem zelf een keer 10 dagen gedaan. Ik vond het heerlijk, maar ik heb ook mensen gillend weg zien lopen ervan. Ja. Want het is best heftig ja, om echt in volledige stilte met jezelf geconfronteerd te worden. Want dat is wel wat er gebeurt. Je wordt wel geconfronteerd met jezelf. Ja. Dus het is niet voor iedereen een weg die aan te raden is. Zeker niet als je nog in een beginfase zit van burn-out herstel. Zou ik het zeker niet aanraden. Klopt. Geldt trouwens ook voor ayahuasca, maar dat is weer wat anders. Maar goed, het komt bij mij in ieder geval wel een beetje over vanuit, ja, laten we dat woord maar even gebruiken, spiritualiteit. Ja. Hoe sta jij daar dan in? Nou, daar is een deurtje open gegaan, zal ik eerlijk zeggen, Bianca. Ja, want het is geen, ja, voor andere mensen denk ik ook, niet echt een logisch gevolg van, oké, leger, landmacht, spiritualiteit. Dat is een beetje een wereld van verschil, zeg maar. Ja, en het mag er nu allebei zijn. Ja, dat is wel weer mooi, hè? Ja. Ik heb van mezelf nogal wat mannelijke energie, denk ik. Ik zit er wel veel in de yang-energie. En ja, dat past natuurlijk het leger ook heel goed bij. Ja. Doen, daadkracht, hard werken. Dat zit in mij. Ja. Die andere kant, die is eigenlijk nadrukkelijk naar boven gekomen. Dus de wat zachtere kant, de vrouwelijke energie. Ja. Soms wat meer rust toelaten. We hadden net al over de stilte-retraite. Soms wat meer rust toelaten. Maar ook die spiritualiteit. Daar ben ik, ja, ik ben wat dat betreft ook dat stukje gaan ontwikkelen, denk ik, in mezelf. Ja. Of dat, misschien dat zat er altijd al. Maar ik heb daar dat stof afgeveegd. Ja, precies. Dat liet ik nooit toe. En hoe heb je dat uiteindelijk, je zegt het mag er nu allebei zijn. Hoe heb je dat in je leven kunnen integreren? Op welke manier merk je dat dat nu meer onderdeel is? Nou, in het begin heb ik er nog wel tegen gevochten. Want toen dacht ik van, maar die mannelijke energie, die mag er niet meer zijn. He, dat was ook een stukje van, ja, maar die heeft mij in die burn-out gebracht. Dus dat mag, Dus ze mag dan eigenlijk die daadkracht, die mannelijkheid, die mocht dan ook weer niet van jou. Mocht even niet zijn. Dat had ik echt een beetje van, ja, nee, ik moet echt die andere kant op, weet je wel. Dat is goed voor mij. En nou ja, dat is inmiddels niet meer zo. Inmiddels voelt het zo fijn om van, ja, ik zeg even bijna van alle twee de werelden, van alle twee de kwaliteiten gebruik te mogen maken. Ja, juist. Ja, juist. En dat voelt, ja, als je het hebt over compleetheid, dat is het, en balans brengen in je leven. Ja. En het is soms nog steeds zo dat ik nog wat vanuit mijn mannelijke energie werk. Ja. Maar dat voel ik nu heel snel weer aan. Wanneer je er te veel in doorslaat, bedoel Wanneer ik er te veel in doorsla en dan denk ik van, oh ja, wacht even. Ik mag weer gas terugnemen. En ik mag wat meer die vrouwelijke kant op zoeken. Ik mag wat meer gaan mediteren, ademhalingsoefeningen doen. Ja. Dus wat zachter zijn. Ja. Ja. En dan ook weer wat meer vriendinnen opzoeken misschien? Ja, ook dat. Er is nu wat meer tijd ook voor sociale contacten. Voor sociale contacten, ja. En? We hebben een coronapup in huis genomen. Echt waar? Ja, 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 ja. Ik heb een heel lief, schattig hondje. Waar ik denk dat nu iemand aan de andere kant zoiets zegt. Huh? Wat? Ja, inderdaad, een coronapup, oftewel een hondje in de coronatijd, ja. Ja, ja. En dat geeft me, brengt me ook zoveel. Ja, kost ook wat energie om zo'n hondje op te voeden. Ja. Maar het geeft ook heel veel. En ik vind het zo leuk om ervoor te zorgen. Ik vind het zo leuk om met hem te gaan wandelen. Of met haar, sorry, te gaan wandelen. Ja. Dus ook dat brengt me rust. Ja, ja, heerlijk. Ja, uiteindelijk wat ik je ook hoor zeggen. En dat is ook iets wat ik altijd roep. Het gaat om kracht en kwetsbaarheid. Ja. En er wordt natuurlijk ook wel eens gezegd van de kracht van kwetsbaarheid. Waarin bij heel veel mensen helaas nog steeds de overtuiging is dat kwetsbaarheid gaat om zwakte. Ja. Maar dit is heel wat anders. Klopt. En kracht alleen. Ik heb soms wel eens een hele discussie over het verschil tussen macht en kracht.
Ja. En dat, als dat weer te veel aanwezig is, werkt dat ook niet in je voordeel. Dus het gaat juist om allebei, inderdaad. Mooi dat je dat ook aangeeft. Ik noem het zelf ook lef en liefde. Ja, oh ja, dat is ook mooi. Ja, ja, lef, hè. Mijn bedrijf heet Leidt met Lef, maar eigenlijk is het lef en liefde. Ja. Lef is die mannelijke kracht, ja, daadkracht, die je ook zeker nodig hebt om, ja, hè, om dingen uit te voeren, om succes te hebben. Maar wel met liefde en vanuit liefde. Ja, mooi. En dat is die vrouwelijke kant voor mij. En dat zit dus inderdaad voor mij nu verenigd in mijn leven en in mijn bedrijf. Ja. Ik realiseer me nu ineens van als mensen naar de video kijken, dat ze ook echt een roze kwart zien liggen en een boeddha-beeldje. Had ik nog niet zo gefilterd. Ineens valt het me inderdaad op. Ja, klopt. Als jij een tip zou geven, of meerdere tips, mag natuurlijk ook, naar mensen die momenteel in een burn-out zitten of in een omgeving mensen met een burn-out ervaren, waardoor dit een beetje herkenbaar voor ze wordt. Maar vooral tips voor de mensen die een burn-out hebben gehad. Hoe herstel je ervan? Hoe zorg je ervoor dat je ook die balans houdt en niet weer doorslaat en weer een tweede, derde of sommige mensen zelfs een vierde burn-out krijgen? Ja. Nou, wat mij heel erg geholpen heeft, ik ging op een gegeven moment mediteren, ben ik mee gestart. Ja. Al direct tijdens mijn herstel. Maar dan kom je, dat is best nog wel lastig in het begin om daarmee, ja, te starten. Ja. Want je wordt ook geconfronteerd met je drukke gedachten en je, ja, drukke mind. En voor mij was het heel fijn om dat af te wisselen met bewegen. Juist, ja, mooi. Dus ja, en ook na de burn-out heb ik dat gewoon volgehouden. En voor mij deed jij bewegen? Sorry? Hoe deed jij het bewegen, zeg in, maar? In eerste instantie deed ik het alleen maar wandelen. Hè? Wandelen. Dus echt gewoon rustig aan. En daarna, toen ik een heel eind hersteld was, toen begon ik weer langzaam met hardlopen en allerlei. Ja, ik ben een sportief iemand, dus ik wil gewoon graag heel veel dingen doen. Ja. Fietsen, tennissen, ja, zwemmen. Voor mij is bewegen, representeert ook een stukje de mannelijke kant, de bewegen, de actieve kant. Ja. Naast het rust nemen voor jezelf. Ja. Dus ook daar mag je de tijd voor nemen. En dat zou ik ook echt iedereen willen adviseren. Niet alleen als je in die burn-out zit, maar überhaupt daarna. Ja. Zorg ervoor dat die alle twee die elementen in je leven zijn. Ja, dus ik zeg altijd ontspannen, inspannen en inspannen, ontspannen. Ja, en dat is wel leuk dat je dat zegt, Bianca. Want ik ben ook op een andere manier gaan bewegen, op een andere manier gaan inspannen. Ja. Waar het voorheen was, marathons lopen binnen een bepaalde tijd, binnen 3,5 uur, weet je wel, dat was mijn streven. Is het nu wandelen en genieten van, ja, de omgeving. En als ik ergens iets leuks zie, stop ik om een foto te maken. Ik hoef niet meer die tijden te lopen. Het is een hele andere mindset geworden. Ja, en vooral voor de mensen die mediteren of stilzitten nog lastig vinden. Maak ik er een combinatie van. Dus ga gewoon wandelen, ja, maar doe dat meditatief. Ja. Dus doe heel bewust voelen hoe je loopt, hoe het in je lijf aanvoelt, wat je waarneemt, wat je hoort, wat je ziet. Ja. Door heel erg de zintuigen, ja, te gebruiken, zodat je uit je hoofd, zeg maar, blijft, maar toch in beweging bent. Dat, ja, is voor sommige mensen ook een fijne combinatie. Zeker. En wat ook helpt, is soms bewegen en daarna even gaan zitten. Ook, ja. Want je systeem moet toch tot rust komen. Ja. Je sympathicus is actief, hè, van, ja, je centraal zenuwstelsel als je beweegt. Ja. Je parasympathicus als je weer tot rust komt. En, ja, je komt tot een diepere ontspanning na het bewegen. Ja. Als dat, tenminste, zo werkt dat bij mij, zo voel ik dat. Als dat ik direct ga zitten en dan kom ik er wat moeilijker tot diepe ontspanning dan vergeleken met als ik van tevoren me wat, ja, ingespannen heb. Ik kan me voorstellen dat andere mensen dat ook zo ervaren. Het is natuurlijk per persoon verschillend. Ja. Maar ik kan me, ja, voorstellen dat andere mensen dat ook zo ervaren. Door eerst gewoon eens even een rondje te gaan lopen, bij, ja, wijze van spreken. Ja. En daarna gewoon even lekker, voor mijn part in de tuin of op het balkon of op je favoriete stoel. Even met een kopje thee, even, ja, niks. Gewoon voor je, ja, uitstaren. Ja. En wat me ook geholpen heeft, Bianca, was ademhalingsoefeningen. Ja. Dat geeft je mind ook wat te doen. Hè? Ja, dus, en dat zorgt ervoor dat je ook minder in je hoofd zit. Ja. Dat je wat meer in je lichaam zakt. En dan kom je daarna ook automatischer in die meditatieve staat. Ja, dus ja, ik moet zeggen, dit zijn wel een beetje de basisingrediënten. Waarvan ik ook oprecht vind dat iedereen dat moet kunnen. Ja. En dan weer eventjes terugkomend op jouw expertise. Wat maakt het leiderschap hierin?
Eigenlijk heb ik gewoon twee dingen gecombineerd, Bianca. Ik heb het leiderschap, de leidinggevende functies van die ik eerst had, gecombineerd met mijn persoonlijke levenslessen. Ja. En dan, als je die twee samenvoegt, kom je tot persoonlijk leiderschap. Ja. Persoonlijk leiderschap, authentiek leiderschap. Ja. Want het mag vanuit jezelf komen. Hè? Ja. Als ik iets geleerd heb, is dat het niet meer hoeft te komen omdat het hoort. Of omdat je denkt dat anderen dit van je verwachten. Ja. Of omdat je dit wilt doen om je ouders te pleasen. Of om vrienden te pleasen, of wat dan ook. Ja, ik denk dat dat vooral voor veel mensen herkenbaar is. Dat je een soort van drive voelt in jezelf. Of behoefte voelt in jezelf. Of verwachting ervaart. Waarvan je denkt dat die van anderen afkomt. Dat je dat voor anderen moet doen. Exact. Mooi. Ja. En daar heb je ook uiteindelijk dat boek ook voor geschreven. Het in 10 stappen authentiek leiderschap. Dat mensen thuis zoiets hebben van, ja, maar hoe doe ik dat dan? Zelf weer het vanuit mezelf laten komen. Ja. Ja, dat is wel misschien een grappige anekdote. Ik had helemaal geen, niet het gevoel van, ik ga ooit een boek schrijven. Maar het kwam op mijn pad en het klikte. Ja. En ik dacht van, ja, nu is de tijd rijp. Ik wil mensen op een praktische manier laten kennismaken, dus in 10 stappen, van hoe je dat kunt doen. Hoe je je wat meer met jezelf kunt verbinden. En hoe je uiteindelijk ook, nadat je echt tot rust bent gekomen, weet een beetje wie je bent, hoe je in elkaar zit. Om dan te gaan kijken naar, wat wil je nu eigenlijk echt? Ja. En om daar dan stappen in te zetten. Mooi. En dat is uiteindelijk dat het boek geworden. De 10 stappen authentiek leiderschap. Ja. Mooi. Eigenlijk vergelijkbaar met het boek wat ik heb mogen schrijven dan in 10 stappen jouw droomleven na een burn-out. Alleen jij dan vanuit de leiderschap benadrukkend. Mooi. Als ze interesse hebben in het boek van jou, of interesse hebben in jou, waar kunnen ze wat meer informatie vinden? Ze kunnen sowieso naar mijn website gaan. leidmetlef.nl. En uiteraard dan leidt met korte met ei en niet meer lang ei. Ja, klopt. Nou, dat is wel goed om even te benadrukken. Ja. Ja. Leidt met lef. L-E-I-D. Ja. Wist je trouwens dat, ik weet niet of jij dat weet, wist je dat lef het Hebreeuws is voor het woord hart? Nee, maar dat schrijf je hem wel met een V, geloof ik, hè? Oorspronkelijk is met een V, ja. Ja. Ja, klopt. Ja. Ja. Klopt. En voor mij zit dus in lef zowel het mannelijke als het vrouwelijke vertegenwoordigd. Ja, dan is het zowel zeg maar, je moed, je kracht als het hart. Ja. 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 Mooi. Ja. Mooie combinatie ervan gemaakt. Nou, ik denk dat voor de luisteraars er heel veel herkenning is in jouw verhaal. Vooral ook als het gaat om jouw reis in de leiderschap, in je leiderschapsrollen. Het herstel. Het is wel heel bijzonder. Sommige mensen denken dat het herstel van burn-out echt iets ingewikkeld is. Maar uiteindelijk komt het altijd weer terug op ontspannen, bewegen en ademhalen. En ja, er zitten nog wat diepzielstukken in waar je in mag duiken. Maar de basisdingen komen daar eigenlijk altijd wel weer op terug. Ja, en het is wel zo, als je niet die deep dive maakt, dan heb je wel een kans dat je weer gaat terugvallen. Ja. Het is groter dan als je dat niet aanpakt. Ja. Ja. Ja, en daarin ben ik natuurlijk ook voorstander voor. Van laat je absoluut begeleiden. Tuurlijk, weet je, voel je vrij om op, net zoals wat jij deed, op internet alles te zoeken wat je maar kan vinden. Maar je kan beter iemand vragen die er meer kennis van heeft, meer ervaring mee hebt, om je echt te begeleiden. Want het is een proces waar je ook echt doorheen mag. Ja, zeker weten. Helemaal met je eens, Bianca. Top. Je kunt wel opzoeken wat, maar over het hoe je dat precies doet en de feedback regelmatig krijgen. Heb je echt iemand voor nodig? Heb je echt iemand voor nodig, ja. Klopt. Dank je wel voor jouw bijdrage in deze Meer dan Mama podcast. Over burn-out ervaringen en herstel ervan, maar vooral ook je droomleven te leven. En als ik jou zo hoor, heb jij die uiteindelijk in je eigen organisatie met Leidt met Lef gecreëerd. Ja, en daar ben ik heel dankbaar voor. En soms denk ik, dan kijk ik terug en denk ik van, is het echt waar? Is this really happening? En dan weet je dat je goed zit. Ja. Nou, top. Dan ben je uiteindelijk naar je hart gaan luisteren en leef je echt vanuit je hart. Ja, ja. Top. Ja. Dankjewel. Graag gedaan, Bianca.
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Meer dan Mama podcast met Sylvia Bruning van Leid met Lef. Zoals je hebt gehoord, er zijn echt aardig wel wat tips voorbijgekomen en adviezen. Waarbij niet in de minste plaats het ook vooral gaat over ga verder met je herstel. Dus ook al voel je je beter, ook al ben je weer aan de slag, doe ook aan diep zielduiken. Ontdek ook wat maakte dat je in die burn-out terecht bent gekomen. En niet alleen op cognitief niveau, dus alleen erover nadenken, bewust bij stilstaan. Maar zeker ook op lichaamse bewustzijn, zelfs bewustzijn, familiair, net zoals met familieopstellingen. Het gaat veel dieper en veel verder dan je kunt bedenken. Dus laat je daarin begeleiden, ook nadat je hersteld bent. Want dan begint het eigenlijk pas echt. Het is echt een leefstijlverandering, een bewustzijnsverandering. Het kiezen om een ander pad te bewandelen. Ik noem tenslotte de burn-out niet voor niks een spiritual wake-up call. Het is echt je ziel, je innerlijke wezen, je hele zijn die zoiets heeft van dit is niet het leven waarvoor ik gekozen heb. Ik heb een veel beter plan, droomleven, wat ik ook echt wil leven. Dus mocht die boodschap nog niet binnen zijn gekomen, dan heb ik die bij deze nog een keer onder de aandacht gebracht. Ademhalingsoefeningen, meditaties, bewegen, ontspannend inspannen, inspannend ontspannen, kracht en kwetsbaarheid, vrouwelijk, mannelijk. Er is zoveel wat weer in balans mag komen en vooral blijven. Wil je er meer over weten, ook als het over mijn boek gaat, in 10 stappen jouw droomleven na die burn-out. Leven uit je hart met meer balans en rust in je hoofd. Schroom niet om me een berichtje te sturen op info@meerdanmama.nl. Beantwoord al je vragen en ik spreek je natuurlijk sowieso graag mocht je daar behoefte aan hebben. Wil je meer weten van Sylvia Bruning over authentiek leiderschap en haar boek In 10 Stappen Authentiek Leiderschap? Ga dan vooral kijken op haar website leidmetlef.nl. Leid met een korte ei, dus L-E-I-D met lef met een Ferdinand.nl. Daar vind je haar boek, daar vind je haar informatie, programma's en alles waarin ze je over leiderschap kan begeleiden. Voor nu wens ik je heel veel plezier, fijne dag verder of slaap lekker voor strakjes. En graag tot de volgende Meer dan Mama podcast.